Hij heeft het niet goed gedaan. Hij moet het nog een keer doen. En ik heb geen zin om deze game weer... Zee, nu doet hij iets... Ja, nu doet hij... Huh? Het zit ook echt niet mee vandaag, hè. Yo gangsters, hier is Games. Super vet dat jullie kijken naar weer een nieuwe aflevering van de Texture Pack. Er is weer bizar veel naar gevraagd of ik weer de Texture Pack wilde gaan verbeteren. En we staan hier weer in onze prachtige wereld met onze zuurstokbomen en wat we allemaal hebben gedaan. De vorige keer wat we hebben gedaan, nou dat is de beste update die we ooit hebben gedaan. Dat is mijn diss track. Ja, ik vind hem fantastisch. Hey, de vorige downloading stond er niet in, want ik kreeg hem niet goed geüpload. Dus maken. Ja, nu is het weer mooi geweest. Hè? Nu is het weer mooi geweest. Die kreeg ik niet goed geüpload, maar deze keer zal die in de beschrijving staan. Want ik weet dat de vorige keer fout is gegaan. Dat was mijn schuld. Deze keer zal de download link goed in de beschrijving staan. En dan kan je ook mijn diss track dus hebben in je in mijn texture pack dus. En ik heb voor jullie weer super veel leuke ideeën gekregen. Dus we gaan eerst even kijken naar het eerste idee. En die is van N.mannetje. En die zegt: een bloem wordt een lolly. En ik had als idee om een tulp. Even kijken, ik had tulp. Hoe schrijf je dat? Oh, tulip. Schrijvers schrijven dat zo in het Engels. Om de rode tulp te veranderen naar een lolly. Ik vind dat op zich best wel een leuk idee. Dus wij gaan even naar onze Photoshop toe. We hebben hier ons tulpje staan. Nou ja, dit is echt super klein. En ik denk dat we het beste het gewoon zelf kunnen maken. In plaats van dat we een foto van ergens gaan pakken en dan erin gaan zetten. Want het is maar klein en lolly. Ja, zo moeilijk kan het niet zijn om te maken. Nou, het stokje is meestal een beetje richting de bruine kant. Ik denk dat dit op zich wel een prima kleur bruin is. Zo, en dan pakken we heel even ons tekendingetje erbij. En dan doen we dit gewoon heel even opvullen in kleur. En wat ik denk ik, wat het leukste is denk ik aan de bovenkant is een rondje hebben. Staat hij in het midden? Oeh, hij staat bijna... Oh nee, hij kan niet in het midden. Want, wacht, ik moet even iets groter maken. Kom op, doe het. Zo, kan dit? Deze is perfect. Die wil ik hier even op gaan vullen met, even de kleur roze of zo ongeveer. Ja, dat is een prima kleur. Dan pakken we ons tekeningetje erbij en dan doen we hem wat invullen. Oh, dit is perfect dat je een beetje zo'n fade... Oh nee, dat willen we juist niet zo'n fade. Dat willen we juist niet. Even helemaal opvullen. Oké, okay, schijnbaar mag ik dat niet. Oké, okay, dan doe ik het wel zelf als hij niet mag. Groter dan iets kleiner, mag het dan wel? Ja, mag ik? Ik mag mijn eigen laag gewoon niet opvullen, for some reason. Hallo? Oké, dan niet. Dus dit is een beetje de vorm van het stokje van de lolly. Op zich, dat rode stukje onder is wel leuk. Dat het groene gedeelte wat ernaast zit, moet natuurlijk aan beide kanten weg. Want ja, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Zo, en dat rode stukje eronder, dat gaat denk ik wel. Ik denk dat dat op zich wel leuk is. En ik wil eigenlijk deze erbij pakken met een hardheid op 100%. En dan wil ik dit gewoon heel even zelf gaan opvullen. Zo, dat die overal even gelijk wordt. Oh, hier heb ik het fout gedaan. Deze moet zo worden. Deze gaat zo worden. En dan wil ik in de binnenkant zeg maar nog zo'n soort spiraaltje erin hebben. Dat lijkt alsof hij een beetje ronddraait. En die doe ik ook nog even zo. En welke kleur zullen we dan maken? Ik denk dat rood de goede kleur daarvoor is. Oh, hij heeft niet de goede kleur gepakt. Heel fijn. Hij moet naar de kleur rood. Zo. En dan doen we hier zoiets als dit denk ik maken. Dan doen we dat hier nog een keer. Zo, wat een details voor een lolly. Het is ongelooflijk. Zo, en zo nog een keer. Ja, en dan hier in het midden nog even een rondje. Dit lijkt op zich wel op een lolly. Alleen het stokje is echt trouwens super groen. Die is echt verre van bruin. Ik wil die wat mooier bruin hebben. Dus we moeten nog heel even de goede kleur bruin zoeken. Meestal vind je die wel een beetje bij oranje. Oké, dit is op zich wel een prima bruine kleur. Niet de donkerbruin. Ja, dit is op zich wel een lolly kleur stokje. Ik vind hem eigenlijk zo best wel leuk geworden. Ik ga hem opslaan. Ik had hem al zeg maar uit de texture pack hierin gesleept. Dus dit is onze lolly. Dan gaan we naar onze texture pack toe. Dan doen we even slash time day. Oh, set time set day. En dan doen we even F3 plus T. Wat dat betekent is voor de mensen die het niet weten. Is hij gaat nu even zoeken van wat is er veranderd in de texture pack. Die ik op dit moment aan heb staan. En dan ziet hij van hey, er is iets veranderd in de kleuren van de rode tulp. Dus nu gaat hij hier even zoeken en laden. En dan gaat hij kijken naar wat voor mooie lolly we hebben gemaakt. Cola drinken voor een opname is niet zo'n goed idee. Ja, dit duurt lang. Dit
Schiet niet op. Dit duurt trouwens altijd zo lang. Mocht je je afvragen als je het zelf aan het doen bent, waarom duurt het zo lang? Voor een reden duurt het altijd zo lang. Ik snap niet waarom, want ik heb echt maar één plaatje aangepast. En hij gaat nu, ja, ik kan net zo goed gewoon opnieuw opstarten. Want dan ben ik letterlijk sneller dan dat ik aan het wachten ben dat hij de tekst heeft geladen. Hij duurt er echt extreem lang over vandaag. Normaal doet hij er echt niet zo lang over. Ik weet niet wat hij aan het doen is, maar het is niet goed. Ik ben bang dat ik hem dadelijk opnieuw moet opstarten, want dit duurt echt heel erg lang. Hij zegt ook dat Minecraft niet meer reageert. Dit is helemaal fout. A few moments later. Het had een restart nodig, maar haha, hier is onze Lolly. Hij is prachtig geworden. Even het weertje even mooi maken. Nou jongens, dit is toch fantastisch. Dit is echt een super leuke update. Ik wil wel even en mannetje bedanken voor de update. Voor het idee. En dan gaan we door naar het volgende idee. Die is van Team Spirit. En die zegt: gras is friet. Het lastige is, gras kan je niet aanpassen. Helemaal niet qua kleur. Omdat hij de kleur zeg maar, van het gras zelf pakt. Dus zou ik al het gras geel moeten maken. En dat wordt heel wazig. Dus ik had bedacht om zeg maar de sugar cranes. Die dingetjes waar je dus suiker van krijgt. Om die friet te maken. Dus we gaan hierheen. Hier zijn ze. Nou, het is echt super simpel. Want ik wil het eigenlijk gewoon zo gaan doen. Ik selecteer dit. Ik pak even dit dingetje. Ik doe hem even de grootte van 4 pixels wil ik hem hebben. 4 pixels. Top. En dan maak ik hem. Oh nee, deze wil ik nog heel even houden. En dan maak ik hem geel. Deze kleur geel. Even kijken. Ietsjes meer deze kleur. Ja, dit is de perfecte kleur. Dan vullen we dit op. En dan switchen we even met deze en dan maken we even 1 pixel. En dan doen we hier even een lijntje en dan hier een lijntje en dan hier een lijntje. En dan pakken we een ietsjes andere kleur geel, ietsjes donkerder. Voor de details doen we dan heel even nog wat streepjes er doorheen maken. Zo, en wat extra aandachtsdingetjes. En dit is ons frietje. Dus dit stukje halen we hier weg en dit stukje halen we weg. Dat doen we trouwens aan alle kanten. Doen we het middenstuk weghalen, want ja, dat hebben we niet nodig. Want friet heeft geen gekke uitsteeksels ofzo. En dan doen we dit stukje hier, doen we kopiëren en die doen we plakken. En dan doen we een plakken en dan doen we een plak. En dan hebben we 4 frietjes. En dan slaan we hem op. En, oh, je kan beter gewoon zo opslaan. En dan als reads als PNG en opslaan. Hij bestaat al, wilt u hem vervangen? Ik wil hem vervangen. Oké, is goed. En dan gaan we naar onze Minecraft. Dan pakken we überhaupt even die dingen erbij. Sugar... ja, ze heet schijnbaar reeds in je folder. Geen idee waarom. Waar kan je deze dingen ook weer plaatsen? Bij water, toch? Kan je ze hierop plaatsen? Ja, toch? Ja, oké, hier kan je ze opplaatsen. Ik ben benieuwd hoe onze frietjes gaan worden. We doen de F3T in de hoop dat mijn computer niet het weer opnieuw wil afsluiten. Maar ja, het moet helaas F3T. Hij zegt dat hij gereload is. Maar dat klopt niet. Want ik heb deze toch echt aangepast. Hallo? Sla op als... PNG. Als reeds.png. Of heb ik nu alleen gewoon het textuurtje aangepast? Dat kan ook. Nee, want die stokjes zitten nog aan de zijkant. Hij heeft het niet goed gedaan. Hij moet het nog een keer doen. En ik heb geen zin om deze game weer... Zee, nu doet hij iets... Ja, nu doet hij... Huh? Het zit ook echt niet mee vandaag, hè. Waarom ben jij zo? Oh, wat? Als ik hem sloop, heeft hij dan wel de gele kleur? Daar lijkt het wel op, als ik hem sloop. Zie je? Wat? Hij heeft die texture als ik hem sloop, maar het ziet er... Goed spel. Waarom werkt dit niet? Heel erg raar. Nou ja, jullie snappen het idee. Ik denk niet dat ik verder op in moet gaan, want mijn computer is volgens mij stuk. We hebben nog één idee. En dat idee is van Valentijn Mukai. En die zegt, maak een appel een peer. Is goed, gaan we doen. We gaan naar onze Photoshop toe. En ik heb hier heb ik een schitterende foto van een peer. Mooi. En dan doen we even bestand, nieuw. En dan doen we even 512 keer 512. Dat is groot zat. Doe de peer kopiëren. En dan doen we hem hier plakken. Nou, dat past bijna. En dan doen we hem even verkleinen. En dan gaan we hem opslaan als de appel. Oeh, hij is aangepast. Onze appel. Haha, we hebben de peer. Ja, echt een schitterende update. Aan de andere kant, het is wel lekker voor de variatie. Nog steeds, waarom deze rotzooi niet werkt, snap ik echt niet. Ik heb mijn best gedaan. Misschien omdat het water... Maar kijk, als ik hem breek, dan heeft hij wel die kleur.
Ik snap niet waarom dit komt. Maar goed, in ieder geval de appel is een peer geworden. Ik vind de lolly overigens wel heel leuk geworden. Die ziet er ook gewoon leuk uit als je hem in de hand hebt. Gewoon een blij kind. Oh, heb ik nog een helm? Volgens mij was een van de helmen was een bril. Wacht, ik moet even kijken welke helm dat was. Was het deze? Ik weet het niet meer. Was dit een bril? Nee, dit is een koptelefoon. Die is het niet. Het is deze. Dit is een bandana. Dit... Ja! Haha! En nu de lolly vast hebben. Kijk! Schitterend! Wat een plaatje, dames en heren. Dit was echt een waardeloze aflevering. Echt verschrikkelijk. Ik vind het nog steeds stom dat die niet is gelukt. Ik had er zo op verheugd dat er allemaal frietjes zouden staan. Ik ga er nog even naar kijken waarom het niet is gelukt. Ja, het spel mag gewoon niet. Als ook goed met jou. Fijn, goed om te zien. Dames en heren, mocht je de texture pack tot nu toe willen downloaden, de link daarvan staat in de beschrijving. En heb je nog ideeën, laat ook zeker even weten in de reacties. Want dan kan ik weer leuke ideeën eruit halen. Want tot nu toe heb ik al mijn reacties, of alle ideeën heb ik uit de reacties gehaald. Dus mocht je dat willen achterlaten, dan kan het hier beneden. Vergeet dan ook geen duimpje omhoog achter te laten. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. En dan zie ik jou heel graag in de volgende video, morgen om 6 uur. Ciao!